In deze video gaan we een winkel maken en de rijkste speler op deze server worden. Ik moet alleen wel nog even bedenken wat ik ga verkopen. Maar er zijn al allemaal winkels op de server en ik kan natuurlijk niet achterblijven. Welkom bij deze nieuwe video trouwens. Leuk dat je er weer bent. Oh ja, en het is december, dus tijd voor kersttruien. Ik wil even een shout-out doen naar de burgemeester die deze kersttrui voor mij heeft gemaakt. En deze man heeft niet alleen mijn kersttrui gemaakt, maar ook dit prachtige huisje. Bedankt. Burgemeester! Maar goed, mensen zijn dus al druk bezig met het bouwen van winkels op de server. En er zijn al heel wat in Carrot Village, zoals deze TNT shop die binnenkort geopend wordt. Daar heb ik natuurlijk erg veel zin in, want TNT, dat komt altijd wel van pas. En als we dan deze kant oplopen, dan zie je dat die hier gebouwd wordt aan een heuse stad. En in dit flatgebouw vinden we een winkel voor hout. Volgens mij is er weinig voorraad, want hout is nogal gewild. Hier hebben we een beetje voorraad. Oh, de spruce logs zijn wel op voorraad. En de logs gaan voor 1 diamond per stack. Mooie prijs, als je het mij vraagt. Ik geloof dat we hier wel met enige regelmaat gaan shoppen. En dit is een gunpowder shop van Whirling Sleet. En bij deze heb ik toevallig geholpen met bouwen. Deze verkoopt allemaal soorten raketten en ook TNT. Oh, geen voorraad. Maar de raketten zijn wel op voorraad. 2 stacks voor 1 diamond. Oké. 2 stacks en de beste. 3 diamonds. En dan hebben we nog gunpowder. 1 stack, 1 diamond. En hier hebben we nog een prachtige shop voor slimes. De officieel slime shop. Copyright. Oké. 10 slime blocks voor 1 diamant. 15 slime blocks voor 2 diamanten. Merkwaardige prijzen. En hier wordt geloof ik ook gewerkt aan een winkel. Het is niet helemaal duidelijk wat er nou verkocht wordt. Maar als we naar binnen gaan, dan vinden we hier een Elytra voor 9 diamonds. En een shulkerbox voor 2 diamonds. Oh, dat doet mij denken aan dat we vorige aflevering de server hebben geprankt door de hele End Portal Room roze te maken. En later gingen we op avontuur om de Ender Dragon te verslaan. Dus toen moest iedereen door die portal. En dat ging ongeveer zo. Oh, wat is hier gebeurd? Oké, mooi. Oh mijn god. Wat is hier gebeurd? Oh, damn. En daarna hebben we met z'n allen nog de Ender Dragon verslagen. En dat ging heel erg soepel. Dus we konden door naar een End City om op zoek te gaan naar Elytra en een shulkerboxen. Die Elytra heb ik uiteindelijk gevonden, maar ik heb één probleempje. Ik heb namelijk maar 1 diamond. Dus ik heb wel een Elytra, alleen niet echt geld om te vliegen. En ik heb wel geteld 4 raketten. Het is dus de hoogste tijd om een shop te bouwen. En over bouwen gesproken, tussen deze en vorige aflevering in heb ik de Nether Hub gebouwd. En als we hier door de portal gaan, dan heb ik deze zeer experimentele Nether Hub gebouwd. Maar ik ben er wel blij mee. Als we hier op de knop drukken bijvoorbeeld, dan hebben we een hele gekke deur. En dat heb ik 3 keer gedaan voor alle richtingen die we tot nu toe hebben. En hier een trap voor de toekomstige Nether Roof. We moeten alleen nog een gat maken. Ik kan dit helemaal niet uitleggen. Dit is vrij random. En deze Llama Head was een toevoeging van iemand anders. Wat buizen, wat ruimte voor opslag. En een beetje netherward. En deze hele hub is gebouwd op slabs op de onderste helft. Zodat het volledig spawnproof is. Oké, ik word een beetje gek van die lamp. Terug naar de overworld. Hey, hallo. Welkom in mijn kantoor. Ik ben op een missie en ik heb jouw hulp keihard nodig. Ik ben namelijk onderweg naar 600 subscribers. En het zou heel erg vet zijn als ik dat voor het eind van het jaar red. Nou heb ik wat onderzoek gedaan en wat blijkt, 65% van de kijkers is niet gesubscribed. Nu kun je me heel makkelijk supporten door op de like-knop te drukken. Dan krijgen meer mensen mijn video's te zien. En als je nog niet gesubscribed bent, dan kun je dat natuurlijk doen. Druk dan ook op het belletje, dan mis je niks van mijn avonturen. Heel erg bedankt! Op naar de 600 subscribers! Huh? Nog een shop? Nog een shop? Beste prijzen! Waro, waro, waro! By the one and only Erivins! Ik kom eraan! Dan moeten we deze kant op. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ik hoorde dat er een nieuwe shop geopend was. Dat is zeker waar. Een prachtige shop is het wel. Een mooie bak. Het zou zeker een mooie roze bak. En hier kan ik dus iron kopen. Ja, nee, dat kan zeker hier. En hoeveel kan ik kopen met 1 diamond? Daar kan je precies 5 stacks moppies van kopen. Of 4 stacks iron. Of 20 hoepers. Yo, choy. Mij maar 4 stacks iron dan. Dat wordt geregeld. En moet ik die diamond gewoon hier
over de toonbank. Wow! Oh, wow! Wow! Alsjeblieft. Ja, de betaal... Dank u wel. Wat een deal. Fijn om zaken met u te doen. Nu heb ik nog 0 diamonds over. Oh, dat is sad. Hey, en meneer Erik, mag ik misschien zien waar die iron vandaan komt? Ja, weet je wat? Ja, dat mag. Kom maar mee. Zo, dus dit is hem. De Iron Farm. Wat vind je ervan? Ai. Oké, meneer Erik, laat ik er geen doekjes om winden. Niet echt een mooie Iron Farm, hè? Wow. Nou, ik ben het wel met je eens. Kan je niet anders even helpen of zo? Jij bent zo'n goede bouwman. Helpen, dan heb je ook nog wat leuks te doen. Ja. Maar ik heb ineens een idee. Erik, ik zie je over 5 minuten bij mijn base. Let's go! Weet je het? Je bouwt een winkel waarmee je geld verdient door voor andere mensen dingen te bouwen. Ik bedoel, ik was nogal zo lekker bezig. We hebben een uithangbord met een huisje NKB. Leek me toepasselijk bij de KB Bulk Shop. En dat bord hangt aan een paal, maar die is helemaal krom getrokken omdat dat bord zo zwaar is. Een beetje uit verhouding. En hier hebben we een schoorsteen. Aan de achterkant van het gebouwtje wat plantenbakken. En bovenop het gebouw, even kijken of we het kunnen zien zo... Hebben we lampen die aan en uit gaan. Hopelijk trekt mijn winkel zo extra de aandacht. We hebben hier een plant in een pot en onze shop staat op pootjes. Ik heb namelijk jullie hulp nodig bij dit dilemma. Moet ik hier blijven wonen in Carrot Village? Of moet ik ergens anders gaan wonen zodat ik veel grotere dingen kan bouwen? De ruimte rondom mijn base raakt hier namelijk een klein beetje op. Maar wat vinden jullie? Moet ik in Carrot Village blijven wonen en hier proberen de boel uit te breiden? Of moet ik verhuizen naar een andere plek en daar dan een gigantische base gaan bouwen? Laat het me weten in de comments. Eigenlijk was dit nog de enige echt lege plek. En als we dan naar binnen gaan... Ik heb een deurbel. Een deurbelletje die 2 keer afgaat zoals bij andere winkels met deuren. Dat klinkt altijd een beetje onhandig, maar het is echt waar. Kom je binnen, dan heb je hier een bureautje. En hier kan ik dan lekker zitten. Jeetje, wat ben ik lekker aan het zitten zeg. En zo kan ik natuurlijk de zaken bespreken met degene die iets gebouwd wil hebben. En als ik er niet ben, dan is er een boekje. En ik moet dat boekje nog wel invullen, maar dan ga ik iets schrijven zo van... Oh, wat wil je gebouwd hebben? Laat het hier achter. Oh, en dan heb ik hier een plankje met wat bloemetjes en wat posters aan de muur en wat planten. En dit is de wachtruimte. Ik acteer nu een klant die aan het wachten is. En hier heb ik wat prachtige beeldhouwwerken van een observer en een dispenser. Zodat het duidelijk is dat ik ook redstone builds doe. Of nou ja, dat ik een poging ga doen. Maar ik heb nu geen tijd om dat boekje in te vullen, want Erik komt zo om zaken te bespreken voor zijn Iron Farm. Hallo, kom er zitten. Wat een leuk kantoortje, of winkeltje bedoel ik. Ja, bedankt. Maar we zijn hier natuurlijk voor zaken. Wow. Kogel, ja. We zijn hier voor zaken, want u wilde een decoratie voor uw Iron Farm. Dat is zeer zeker, ja. Oké, ik denk dat ik wel wat kan regelen. En hoe moet die er dan ongeveer uitkomen te zien? Huizig? Iron farmer. Heeft u verder nog instructies? Puntdak. Een puntdak? Weet je, dat is onze stijl. Een beetje zoals jullie stijl. Okay. Denkt u dat u het kunt? Ja, ik ga gewoon even... Ik ben uit mijn stoel gevloept. Ik ga gewoon even onderzoek doen naar jullie base. En dan ga ik aan de slag. Dank u wel. De prijs bespreken we later. Oké, en dan wens ik u nog een fijne dag. Dank u wel. Fijne dag zelf. Dag. We zijn terug op de base van Erik en Vincent. Erie Vince Resort. Hallo Erik. En daar is de Iron Shop. En hij zei dat de Iron Farm decoratie op de base moest lijken. Moest een beetje passen bij de stijl. En ik heb een beetje te kijken. Hier hebben we een mooi dakje. Dus zoiets moeten we erin verwerken. En hij gebruikt vooral steen en andesite en cobblestone. Dus dat gaan we ook gebruiken. Een beetje spruce. Een beetje dark ook. Kijk, hier nog zo'n gek dakje.
En een beetje koper wordt er ook gebruikt. En hier is het huis van Vincent. En die heeft het net weer anders aangepakt. We hebben daar een dak van mut. En een beetje houten muren. En ook een beetje mos. Een beetje mos. En van die puntdakkie, zoals Erik had gezegd. Verder moest het ook iets van huizig of zo. En hier zie ik ook nog een mangrove. Dus dat moeten we er ook in verwerken. Deze hele iron farm moet erin. En dan moet het ook nog zo worden gebouwd dat er geen iron golems op de muren enzovoorts kunnen spawnen. Dus dat wordt een hele uitdaging. Trouwens, ik was hier even in deze stal gaan kijken. En hier zijn me toch een paar merkwaardige dieren. Dit paard heet KB. Maar dan staat KB voor kleine pips. En hier hebben we Slayer. En Piggy Bank geen muntjes in zijn gat stoppen, AUB. Nou goed, ik ga even wat ontwerpen. Dan ga ik spullen verzamelen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Hallo, hallo, hallo. Het is gelukt. Ik heb allemaal spullen verzameld. Het ontwerpen is een beetje uit de hand gelopen. Ik heb echt heel veel spullen. Maar ik hoop dat ik zo alle steltjes van hun beest te pakken heb. Oh, dit is vooral voor de vloer en zo. Er moet een hoop aangepast worden. En hier heb ik nog... Oh, dit is wel een beetje weinig. En hier heb ik nog allemaal dingen ook voor de decoraties, voor de details. En nog heel erg veel steen, want het wordt een flink gebouw. En ik hoop ook dat ze me goed gaan betalen. Hier zit u, Erik, met een bijtje. Oké. Misschien moet ik gewoon aan de slag. Let's go! Iron Farm decoratie is af. Ik heb alle elementen van deze beest geprobeerd erin te verwerken. En volgens mij is dat aardig gelukt. We hebben hier een dakje van mut en een houten muur. En we hebben hier wat mos. Een overkappekie van mos. Hier hebben we de lichtblauwe terracotta. Net zoals we daar zien. Het gebouw is huizig. En we hebben puntdakjes, zoals Erik had gevraagd. En we hebben muren van steen, cobblestone, mossy cobblestone en een beetje andesite. Na de timelapse heb ik nog de moeite genomen om wat bomen te planten. En dezelfde bomen vinden we ook daar zo. En om de achterkant wat op te leuken heb ik nog een extra boom tegen de muur geplakt. Een soort extreme klimop. Aan de buitenkant heb ik verder nog wat gedecoreerd met azalea leaves. En wat kisten en wat barrels. Alleen de binnenkant heb ik leeg gelaten. Ik weet niet wat ze hier willen doen. En het is heel lastig om dit te decoreren. Want de kans dat er dan iron golems op spawnen is vrij groot. Deze brug is ook gemaakt van slabs. Zodat hier geen iron golems kunnen spawnen. En hier zouden ze prima een interieur kunnen maken. Maar als ze willen dat ik dat doe, mogen ze extra betalen. En hier zou dan nog ruimte zijn voor eventueel een sorteersysteem. Nu ben ik op dit moment de enige die online is. Dus laten we teruggaan naar de basis. Zodat als ze online komen, ze naar mijn winkel kunnen komen. En mij dan heel veel kunnen betalen. Na het bouwen van de Iron Farm decoratie heb ik ook het boekje ingevuld van mijn build shop. En ik begreep dat er zelfs iemand al een nieuwe opdracht had gegeven. Dus laten we snel gaan kijken. Zo, dus jij wilt iets gebouwd hebben door KB? Dat kan geregeld worden. Lees de instructie op de volgende bladzijde en vul het formulier daarna in. Let op, dit kost diamonds! Want ik ga natuurlijk heel erg rijk worden! Instructie, vul op het formulier alle gegevens zo volledig mogelijk in. Bij extra komen extra wensen. Bijvoorbeeld, nou, meneer KB, wat een vakantiehuis, ben ik wel echt aan toe. Waar? Coördinaten, extra, balkon en open haard. Bijvoorbeeld. En nu heb ik dus een bultverzoek vandaan. En hij wil een villager breeder. Waar? In mijn megakelder. Wow, gaan we zo even checken. Extra afgewerkt met mos en spruce logs. PS, heb al wat spullen. Dat klinkt uitstekend. Nog rijker worden. Dit is het huis vandaan. En volgens mij heeft hij hier een kelder. En dan kunnen we hier nog verder naar beneden. Ah, hij heeft al twee villagers. Oké. Henk en Sjaak. Wat mooie namen. En hier komt de villager breeder die KB bouwt. Ik word flink aan het werk gezet. En hier zijn al wat spullen voor mij.
Ah, dit gaat helemaal goed komen. Na deze aflevering ga ik hier meteen mee aan de slag. Maar eerst ga ik terug naar mijn winkel, want volgens mij komen Erik en Vincent er zo aan om mij te betalen. Ik ben helemaal klaar om rijk te worden. Yo bro, jou je doen bro. Hey, daar hebben we Erik en Vincent van Eri Vince Resort. Hallo. Hallo. Oké jongens, wat vinden jullie van de Iron Farm decoratie? Ik heb erg mijn best gedaan. Was het? I think it's handsome. Oké, dan moeten we nu over naar de zaken, want ik wil rijkelijk betaald worden. Hadden jullie al nagedacht over wat jullie mij gingen betalen? Ja. Nou, kom maar door dan. Ja. Hey, wat is dit allemaal joh? Waarom gooien jullie allemaal troep naar mij? Wat is dit? Ik hoef dit allemaal niet, ik wil diamanten. Hey, kippen en mijn poosje van de muur. Hey, dit was niet de afspraak. Oké, doei. Jongens? Jongens, wat is dit? Als je een video wil zien waarin het allemaal wel goed gaat, klik dan links. Ben je nog niet gesubscribed? Klik dan rechts. Ga ik nu kijken waar ze hun diamonds hebben verstopt. Aha! En die zijn voor mij!